Hartelijk welkom bij deze boekpresentatie van uitgeverij De Banier. Laat ik me allereerst even tot u richten als kijker thuis. Fijn dat u er bent. Het gaat vanavond over christelijk onderwijs. En ja, ik weet niet hoe het u vergaat als ouder, als u kinderen hebt, maar ja, ik heb in de afgelopen tijd toch wel wat meer waardering gekregen voor het christelijk onderwijs, omdat dat voor een heel groot deel thuis gebeurt. En ja, misschien dat dat bij u ook wel het geval is. Nou, daar gaat het vanavond over. Ja, ik laat hem gelijk maar zien. Het boek waar het om draait. Geloof in onderwijs. Laat ik eerst kort het programma doornemen. Dan weet u een beetje wat u kunt verwachten. En tegelijkertijd kan ik dan ook onze gasten introduceren en van harte welkom heten. Allereerst Dr. Richard Toes. Hij is de auteur van dit boek en zijn jongste pennenvrucht, zoals dat zo mooi heet. En hij zal een inleiding geven op dit boek. En als u het ED van dinsdag hebt gelezen, en ik neem uiteraard aan dat u dat gedaan hebt, dan bent u al een interview met hem tegengekomen. En daarin pleit hij voor rust in het onderwijs. Nee, ik ga er niet meer van zeggen. Dat kriebelt natuurlijk, hè, want dan zit je gelijk al lekker in het onderwerp. Maar dat komt straks allemaal wel. Wat ik er wel over wil zeggen is, en dat doe ik een beetje als redacteur ook van onze uitgeverij. Ik heb dit boek mogen redigeren, mogen begeleiden. En ik wil er eigenlijk twee dingen van zeggen. Eén, als niet-onderwijsman, want dat ben ik niet, is er echt een wereld voor me open gegaan. De onderwijswereld. Dus alle mensen die niet in het onderwijs zitten, zou ik zeggen, lees het, want ja, er gaat echt een wereld voor je open. En twee, als ouder ben ik het christelijk onderwijs, en in ons geval het reformatorisch onderwijs, nog meer gaan waarderen dan ik eigenlijk al deed. Dus lezenswaardig. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar de inleiding van meneer Toes. Aansluitend zal Dr. Anders Willem de Potter het woord krijgen. Hij is voorzitter van het college van bestuur van het Hoornbeek College en van het Van Lodestein College. En hij zal voor ons de hoofdlezing verzorgen. Met als titel Zin en onzin van onderwijskritiek. Nou, dat lijkt me al prikkelend genoeg. Dus daar zijn we ook benieuwd naar. Ja, hierna krijgen nog twee andere sprekers het woord. Die zullen reageren op het boek van de heer Toes. Allereerst is dat Arno Bronkhorst, jarenlang basisschooldirecteur geweest en nu bestuurder van KOC Diensten. En de andere spreker is Dr. Bart-Jan Spruit. Hij is docent, onder meer docent aan de Hogeschool De Driestar. Nou ja, uiteraard de sprekers die zullen reageren op het boek, maar ook in de hoofdlezing, daar zullen natuurlijk wel wat prikkelende dingen gezegd worden. Althans, dat hoop ik. En u hoopt dat natuurlijk ook. Dus we zullen de Richard Toes uiteindelijk nog de gelegenheid geven na de lezingen om te reageren op de meest prikkelende statements, zullen we maar zeggen. En hopen dat dat er natuurlijk wat zijn. Dat houden we wel kort en dat doen we heel bewust. Want we willen u als kijker de gelegenheid geven om vragen te stellen. En die komen gaandeweg wel een keer in beeld hoe dat kan. Ik zal het nu vast even zeggen. Als u ingelogd bent op YouTube, kan dat via de chatfunctie. En anders kan dat via de mail info@debanier.nl. Maar dat komt gaandeweg de avond nog wel een keer terug. Ja, uiteraard krijgt u natuurlijk ook de gelegenheid om het boek te bestellen. Er zal ook regelmatig een QR-code langskomen. Hè, met de smartphone is dat tegenwoordig heel makkelijk. Dan kunt u hem online bestellen. Maar ja, ik wil eigenlijk in aansluiting op de campagne die op dit moment loopt, toch ook een lans breken voor de boekhandels. Met name de christelijke boekhandels natuurlijk. Dus als u nog eventjes kunt wachten met bestellen, dan zou ik zeggen bel of mail morgen uw christelijke boekhandel in de buurt. En ja, die is weliswaar gesloten, maar die staat achter de voordeur als het ware te trappelen om uw bestelling te verwerken en uiteindelijk snel te bezorgen. Goed, geloof in onderwijs, zoals het boek heet. Ja, ik vind het een boek om echt te lezen. Hè. Het is het waard om te lezen. En dat heeft niet alleen met de inhoud te maken, maar het is in die zin ook wel een bijzonder boek.
En dat komt omdat het, ja, voordat het verscheen al, een behoorlijke, ja, breed draagvlak heeft gekregen in onderwijsland. En dat is niet altijd vanzelfsprekend, heb ik me laten vertellen. Maar dit boek is breed meegelezen, breed becommentarieerd en is daarom eigenlijk toch ook wel een unieke uitgave. Nou, zoals gezegd, de sprekers die zullen elkaar opvolgen. Daar ziet u mij niet meer tussen. Dus we laten het nu gewoon lopen. De sprekers zullen elkaar opvolgen. En daarna komen we dus terug. Allereerst met Richard Toes, die eventjes een reactie mag geven en kan geven op wat er gezegd is. En daarna zal ik proberen de vragen die binnengekomen zijn voor te leggen aan de verschillende sprekers. Waarbij het wel belangrijk is dat u aangeeft aan wie u de vraag stelt. Want dat is voor mij zo meteen weer makkelijk om de vraag dan weer bij de juiste persoon kwijt te kunnen. Helemaal aan het einde van de avond hebben we nog een soort van, ja, toetje zou je kunnen zeggen. Dat is de presentatie van nog een boek. Een interessant boek ook. Maar daar ga ik nu niks over zeggen. Dat komt gewoon straks. En dan weet ik in ieder geval zeker dat u blijft aangehaakt en niet zometeen al halverwege wegklikt. Want dat wilt u natuurlijk weten. Want een toetje is belangrijk, nietwaar? Namens de banier wens ik u een goede en een inspirerende avond toe. En dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Toes. Hartelijk dank. Een van mijn belangrijkste ervaringen in het onderwijs is dat ik gemerkt heb dat het bijzonder lastig is om in het onderwijs blijvend te bepalen en scherp te houden waar het toe dient. Waarom hebben wij onderwijs? Ik denk dat in de kern dit zo samengevat kan worden dat het de opdracht is, hè, dus ook iets wat van buiten komt, we hebben de opdracht om in een pedagogische setting, hè, waarbij het dus gaat om het kind en de omgeving van het kind, te komen tot overdracht van de erfenis van de eeuwen. En daarmee bedoel ik de culturele erfenis, de talige erfenis, de ambachtelijke erfenis. En dat gebeurt door de ouderen, je mag veronderstellen wijzeren, aan de jongeren, je mag veronderstellen de minder ervarenen. Dat is de kern van onderwijs. En dat vasthouden is best lastig. Dat heb ik zelf gemerkt in de 40 jaar dat ik het onderwijs mag dienen. Om daar een beetje structuur in aan te brengen, in die houding ten opzichte van het onderwijs en wat erop afkomt, heb ik in mijn boek geprobeerd om een driedeling te maken die kan helpen om de visie op het onderwijs scherp te houden. En ik heb het verdeeld in drie stukken, namelijk tijdloos onderwijs. Dus wat is tijdloos goed voor het onderwijs? Tijdbetrokken onderwijs. En dan gaat het om wat is belangrijk om mee te nemen uit deze tijd in het onderwijs. En tijdkritisch onderwijs. En dan gaat het met name om waar mag je kritiek op hebben. En dat betekent nog niet direct dat je dat niet in het onderwijs aan de orde stelt, maar dat je dat op een kritische wijze doet. Het indelen van het onderwijs in deze drie categorieën heb ik geprobeerd vorm te geven door van iedere categorie een drietal thema's te adresseren. Dus bijvoorbeeld als het gaat om tijdloos onderwijs, dan heb ik gesteld dat de onderwijzer, de leraar, de docent, tijdloos goed is voor het onderwijs gebleken. Die kunnen we niet wegdenken. Het geldt hetzelfde over de taak die hij heeft, namelijk onderwijzen, overdragen, instructie. Dat is ontzettend belangrijk werk en tijdloos van belang. En als derde heb ik daar genoemd dat het gebeurt vanuit een identiteit. Het is tegenwoordig wel in om identiteit heel vlottend en dynamisch te noemen, maar ik denk dat in de identiteit, in de Bijbelse identiteit, vaste tijdloze waarden zitten. Bij tijd betrokken heb ik gezocht naar thema's die we, ja, waar we van vinden dat we daar echt iets mee moeten. En ik denk dat het thema burgerschap daar bijvoorbeeld bij hoort. Ik beschrijf dat in mijn boek uitvoerig. Maar ook
En dan kom ik heel dicht bij vooral ouders. In het onderwijs is het ook heel belangrijk om te blijven nadenken over vrijheid van onderwijs. We hebben op dit moment te maken met pittige discussies daarover. Het belang daarvan lijkt weg te ebben. Het is enorm belangrijk dat scholen en ouders daar gezamenlijk een visie op hebben. En daarbij, zeg maar, deze schat die we hebben, niet zomaar te verspelen. En ik denk dan vervolgens ook aan, tijd betrokken mogen we denken over de terugkeer van de pedagogiek. En daar bedoel ik het volgende mee. Het gaat niet alleen maar om opbrengsten, om harde opbrengsten, om hoge opbrengsten en rendementen. Maar het gaat ook om de pedagogische relatie. En het onderwijs mag ook wel een keertje mislukken. Dat is belangrijk om mee te nemen in een visie op onderwijs. En kritisch ben ik over een drietal zaken die ik beschrijf in dit boek. En dan gaat het over onder andere de educatie rondom seksuele diversiteit. Die heel dwingend de scholen opgelegd wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar een eigen christelijke visie op te vormen. Ik denk ook aan het doorgeslagen individualiseringsdenken, het maatwerk. En ook het doorgeslagen rendements- en vernieuwingsdenken. De gedachte dat het onderwijs opbrengsten het belangrijkste zijn in het onderwijs. Er is veel meer belangrijk. Nou, de indeling in deze drie categorieën is niet bedoeld om als een soort wet over het onderwijs te leggen. Ik vind het heel belangrijk dat het gesprek erover plaatsvindt. En dan kan het best wel zo zijn dat iets wat ik vind te horen bij tijd betrokken, dat een ander zegt dat moet eigenlijk tijdkritisch zijn. Het gesprek daarover vind ik heel belangrijk. Op deze school, waar we nu staan, we staan op een van de locaties van het Wartburg College, hebben we ons onderwijs verdeeld in drie O's. Onderwijzen, ontspannen en ontmoeten. En eigenlijk probeer ik in dit boek, zonder deze begrippen, althans niet al die begrippen, heel uitvoerig te noemen, uit te werken wat we daarmee bedoelen. Onderwijzen, ontspannen en ontmoeten. Ik wil kort een drietal dingetjes daarover noemen. Als eerste onderwijzen. Het wordt mijn zinziens tijd om onderwijs weer gewoon onderwijzen te doen zijn. Of te doen blijven. Moeilijker is het niet. Maar het is tegelijkertijd spannend om dit zo te zeggen. Omdat inmiddels de grote claims van de maatschappij in toenemende mate het onderwijzen in de wielen rijden. Ik probeer heel veel van die claims te beschrijven. Eén claim wil ik eruit pikken. Het is in om in de maatschappij te starten bij de vraag van het individuele kind. Graag zo geïndividualiseerd mogelijk. Maatwerk. Gepersonaliseerde routes. Dat is een beetje de heilige graal van deze tijd. Maar de ervaring leert dat onderwijs op maat heel vaak verwort tot onderwijs onder de maat. Een leerling is echt gebaat bij een stuk sturing, een stuk leiding, om daarna in vrijheid en mondigheid en verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid voor het leven te nemen en te kunnen vormgeven. Daarom vind ik bij onderwijzen hoort iets van het belang van tijd. En doe ik het volgende mee. De tijd is datgene wat ouderen en onderwijzers hun voornaamste kwalificatie toekent. Want een belangrijke voorwaarde om anderen te kunnen onderwijzen, is voorafgaand aan hen geleefd te hebben. Dat is de constante factor in het onderwijs. En dan denkt u waarschijnlijk, ja, dat is wel een grote open deur. Toch is dat niet zo. Dat heeft ook iets te maken met die claims. Want wij kennen scholen, heel veel scholen die deze slogan bijvoorbeeld heel belangrijk vinden. Op deze school leren wij allemaal. Dat is een opmerking die het heel goed doet in het onderwijs. Het verschil tussen kind en volwassenen wordt dan, goed bedoeld, weggemasseerd. Of deels weggemasseerd. Dus de leraar moet ook leren, wordt er gezegd. Ja, dat zal waar zijn. Ik denk ook dat iedere leraar moet leren. Maar op school is onderwijzen zijn taak. En de kennis en de wijsheid die een ouder in de tijd heeft opgedaan, betekent niet zelden
dat het tegen de wensen van het kind moet worden ingegaan. Dat moet worden opgedragen wat het kind niet wil. En dat verboden moet worden wat het kind wel wil. 2. Kort iets over ontspannen. We moeten weg, vind ik, uit de hyperigheid en heigerigheid van ons onderwijs. Daarom die focus op tijdloos goed onderwijs. En daar beschrijf ik heel veel voorbeelden van die hypes die op het onderwijs afkomen en waar je makkelijk in meegaat. Laten we daar kritisch in zijn. En dat wordt nog versterkt doordat ouders ook bezig zijn om en aangespoord worden om vooral consumenten te zijn van onderwijs. En onderwijs alleen maar te zien als iets wat moet passen bij hun individuele kind. En alsof dat niet genoeg is, is er ook voortdurend vanuit inspectie de neiging om allerlei politieke thema's toe te voegen aan het onderwijs. Bijvoorbeeld gelijke kansen onderwijs, waar scholen op bevraagd worden. Dat geeft aan dat die scholen daar ongelooflijk druk mee zijn. En wat mij betreft is het tijd voor meer rust en bezinning in het onderwijs. Meer focus op waar het onderwijs echt toe dient. Ik vind het heel mooi. Hè? Wij hebben in Nederland een prachtig woord, dat heet lesgeven. En dat laat iets van die dynamiek zien. Namelijk dat het er in het onderwijs om gaat om leerlingen iets te geven. Door heldere instructie. Door het helder voor te doen in het beroepsonderwijs. Door een helder verhaal. En bij die bezinning, bij die ontspanning, het nadenken, die rust, is het vooral heel belangrijk dat we veel meer dan tot nu toe het belang zien van de geschiedenis. We moeten af van het onderwijs dat alleen maar van en voor de toekomst is. In alle moderne visies over onderwijs, denk aan de discussie die momenteel plaatsvindt rondom het curriculum, wordt alleen maar onderwijs op de toekomst gericht. Zonder te steunen op de wijsheid van de geschiedenis. Ik denk hoe harder die roep is naar vernieuwing en verandering, hoe steviger neergezet moet worden dat onderwijs groot belang heeft bij een gezamenlijk gedeelde geschiedenis. Bijbel en historie. Niet de wervelwind van filosofisch ongeloof of de modestroming van de publieke opinie, zoals Groen dat mooi uitdrukte. Maar schrift en confessie leren de wezenlijke en blijvende grondtrekken van de mens. De mens is, zo zegt Groen dat, geen vrij, zelfstandig, autonoom wezen. Maar dient vragend te zijn, gehoorzaam, nederig. Het woord nederig probeer ik ook in dit boek wat verder uit te werken. Dat geeft ruimte, dat geeft vrijheid aan leerling en aan leraar. En daarbij past niet de moderne grote mondigheid, waarbij ieder zegt, of appt, of twittert, wat hem of haar maar voor de mond komt. De mondigheid van de gevormde persoon is met bescheidenheid, nederigheid verbonden. En hier is principieel de verantwoordelijkheid aan de orde. Niet zomaar wat roepen, maar staan voor wat je doet en zegt en bereid zijn er verantwoording voor af te leggen. Erover in gesprek te gaan. Ten slotte heel kort iets over ontmoeten. Daar valt heel veel meer over te zeggen. Eén dingetje. Ontmoeten is ook een ontmoeting met de docent, met de onderwijzer. De aandacht voor onderwijzen is niet een soort pleidooi voor een pratend hoofd voor de klas en iemand die verder geen band heeft met de leerlingen. De didactische aanpak kan en moet zelfs divers zijn. In het onderwijs gaat het om de verbinding tussen hoofd en hart. En als ik lessen bijwoon en achterin zie hoe een docent echt iets te vertellen heeft en daarbij de harten van de leerlingen raakt, dan gebeurt er iets moois in het onderwijs. Ook op een dieper niveau dan alleen met feitelijke kennis, maar als christenpedagoog die zijn leerlingen kent, corrigeert en lief heeft. Dank u wel. Ik geef het woord aan mijn collega. Dank je wel. Dag luisteraars, kijkers. Ik wil allereerst van de gelegenheid gebruik maken om
de auteur, Dr. Toes, Richard, van harte gefeliciteerd met het prachtige boek. Net lag het hier nog, je hebt het meegenomen. Ik zal het nog even in beeld brengen voor de kijkers. Volgens mij is het je derde boek. Eerst een boek over gezag, toen je proefschrift en vervolgens dit boek. Geloof in onderwijs. En u vraagt zich misschien af, waarom dan de titel van deze bijdrage, de zin en onzin van kritiek? Nou, dat heeft eigenlijk met het volgende te maken, dat de banier zelf in de boekaankondiging al aangeeft een kritische blik op het hedendaags onderwijs. Je vorige boek, Richard, was De Toets der Kritiek. Daar zat het in de titel. En ik zag dat de journalisten van het RD deze week ook het een kritische bijdrage vond. Dus toen dacht ik, nou, het ligt voor de hand om mijn titel, in ieder geval de zin en onzin van kritiek, van de kritische houding mee te geven. Ik wil starten met drie hele kleine voorbeelden. Het eerste voorbeeld gaat over leiderschap. En de auteur is een leider, bestuurder van een reformatorische school. Een vroegere collega vertelde vaak het verhaal van een project waarin van alles misging. En niemand greep in. En op een gegeven moment ging hij naar die verantwoordelijk directeur. En die hoorde hem aan. En die sprak vol minachting de volgende woorden: mij bereiken enkel positieve geluiden. Het tweede kleine voorbeeld, dat is een beetje theologisch voorbeeld, want Toes is een bekende predikantennaam. Ik meen dat de grootvader van de auteur een bekende predikant was met die naam. En iedereen in onze gezin is ook zo'n beetje amateur theoloog, dus ik denk dat dit voorbeeld kan. In de tijd van Calvijn en ook in de tijd na Calvijn, bijvoorbeeld de Dordtse Synode, was er eigenlijk geen discussie over wat we tegenwoordig infra- en supralapsarisme noemen. En zeer bijzonder daarna, in de kwestie tussen de Voetianen en de Kokkianen, was het een enorme toestand en zo ongeveer een kloof die dwars door theologen heen liep en dwars door de kerk heen liep. En nu, anno 2021, dan zeggen we, waar hadden ze het over? Een derde kleine voorbeeld, dat gaat terug in de tijd. De auteur is historicus en wij gaan terug naar de slag van Thermopylae, 480 voor Christus. En daar is een zekere koning Leonidas... We kennen de naam Leonidas, koning van de Spartanen. En op een zeker moment komt daar een boodschapper van de Perzen. En die heeft een boodschap die de koning niet welgevallig is. En u kent misschien het verhaal, die boodschapper wordt om het leven gebracht. Ik ga even terug naar die drie voorbeelden. Dat eerste voorbeeld, u ziet het beeld van de Ivoren Toren. Kritiek is waardevol. Een kritische blik helpt. Een kritische blik op het onderwijs maakt het onderwijs beter. Dit boek maakt, denk ik ook, het onderwijs beter. Ik hoop het. Het tweede voorbeeld, de kloof, ziet u in beeld. Laten we kritisch zijn. Laten we het wel hebben over de dingen die er toe doen. En in dit boek is er geen scherpzijdelij. Het gaat over grote voorbeelden, wezenlijke dingen. En het derde voorbeeld van de boodschapper. De auteur is af en toe een beetje scherp. Een kritische toon. En laten we dat waarderen. Laten we dat niet afbranden. Je kan je afvragen, wat wil de auteur nu met dat boek bereiken? En ik heb wat gekeken in zijn proefschrift. En de auteur heeft in zijn proefschrift eigenlijk twee aanbevelingen. De eerste aanbeveling is, zorg nou eens dat er een christelijk reformatorische pedagogie komt. Een handboek gebaseerd op de Bijbel, hoe we in het onderwijs moeten staan. Nou, die opdracht is opgepakt, niet door Toes, maar door Driessen Educatief, die dit jaar met zo'n pedagogiek uitkomt. Zijn tweede belangrijke aanbeveling was, reformatorisch onderwijs, christelijk reformatorisch onderwijs, zorg is voor een wat meer bezinnende houding. En die aanbeveling pakt Toes zelf op met dit boek.
En als ik het boek doorblader, dan kom ik, zo op de verschillende pagina's, van begin tot eind, een paar doelstellingen tegen. De eerste doelstelling is, geef in het onderwijs wat meer structuur. In het denken van onderwijs wat meer structuur. Het tweede wat Toes wil, dat is richting geven aan een paar belangrijke thema's waarmee het onderwijs vandaag de dag wordt geconfronteerd. Een derde punt, te komen tot een voortgaande bezinning over dat onderwijs. Hij biedt een aantal correcties en hij zegt probeer weerstand te bieden aan allerlei ontwikkelingen. Als je dat wil, daar zijn er natuurlijk ook eikpunten voor nodig. Hij geeft zelf twee eikpunten aan, de Bijbel en vervolgens ook de geschiedenis. En dan neem ik u even mee door die driedeling die de heer Toes zelf net al aangaf. De tijdloos, tijdbetrokken en tijdkritisch. En ik haal er een paar elementen voor u uit. Allereerst dat stukje tijdloos. Wat hij net al aangaf in zijn inleiding, en dat is een mooie gedachte, dat is het onderscheid tussen leren en onderwijzen. Leren kan je overal. De leerling die overdag op school zit en 's avonds bij de Albert Heijn, die leert ook bij Albert Heijn. Maar onderwijzen, dat gebeurt alleen op school. Ik ga er voor u niet verder op in. Er is net al iets over gezegd en u kunt er straks vragen over stellen. Een tweede element in dat tijdloze, dat is een hele wezenlijke. En dat is de rol van de leraar. Die rol van de leraar is cruciaal. We zitten tegenwoordig in coronatijd. Dan moeten we die rol van de leraar een beetje missen. De leraar zit tegenwoordig veel online. Op dit moment in lockdown zelfs helemaal. En dan doet de leraar dat naar omstandigheden gelukkig goed. Maar we missen allemaal die leraar in de klas. En die leraar in de klas, in contact met zijn leerlingen, die leraar die onderwijst, is buitengewoon belangrijk. Is belangrijk in alle tijden. Dat was die vroeger en dan is die vandaag. Alleen vandaag staat die rol enorm onder druk. Ik kom er zo nog op terug. Bij het thema tijd betrokken haalt Toes een aantal thema's aan en ik haal daar één onderwerp uit. Dat is het burgerschapsonderwijs. Oog voor de wereld rondom ons heen. Leerlingen leren om oog voor die wereld rondom ons heen te hebben. Toes schrijft er niet alleen over, die brengt dat hier ook in de praktijk. We staan op dit moment in Rotterdam en het Warburg College doet heel veel in de wijk met andere culturen om leerlingen te laten oefenen om te gaan met andersdenkenden. Toes haalt in zijn boek veelvuldig Golverdingen aan, ook een man als Golverdingen, predikant, pedagoog. Gaat heel nadrukkelijk in op het positieve van burgerschap. Alleen Toes beschrijft ook het explosieve karakter van burgerschap. En heel frappant is, toen het boek net vers van de pers bij mij op mijn bureau kwam, was dat precies in de week waarop in de Tweede Kamer de burgerschapdiscussie plaatsvond. En u heeft er wat van meegekregen. Inderdaad een explosieve discussie waar het vooral ging over de identiteitsverklaringen in het reformatorisch onderwijs. Notabene, 80% van de hele burgerschapsdiscussie ging over het reformatorisch onderwijs en identiteitsverklaringen en burgerschap. Ik ga naar het derde deel van het boek, tijdkritisch. En dat is het grootste deel van het boek, het grootste hoofdstuk. Toes beschrijft daar een aantal onderwerpen. Hij noemde net al individualisme. Maar er zitten onder die onderwerpen die hij noemt zitten twee hele belangrijke hoofdstromen. En ik wil u in die hoofdstromen meenemen. De eerste is modernisme en de andere is postmodernisme. Dat modernisme, dat begint met de opkomst van de moderne mens die denkt waar het verstand uiteindelijk belangrijker is dan het geloof, waar de wetenschap belangrijker is dan God.
En dat komt onder andere in het boek tot uitdrukking door de ideologie waar we in het onderwijs heden ten dagen veel mee te maken hebben. Dat is meten en weten. Toes noemt dat het rendementsdenken in het onderwijs. Een tweede kenmerk, dat is de maakbaarheid. Het streven naar het perfecte kind. Niet het kind als een geschenk van God, dat we in liefde te hebben te aanvaarden, zoals het is, maar nee, veel meer individualisme, het streven naar de maximale ontplooiing van het kind. Dat is die modernistische lijn, die wetenschap, die ratio-lijn. Die tweede lijn is het postmodernisme. In dat postmodernisme gaat het niet zozeer over een wetenschappelijke waarheid, maar is de waarheid subjectief. Eigenlijk iedereen heeft zijn eigen waarheid. En dat heeft een enorme impact ook op het onderwijs van vandaag de dag. Want dan zegt een leek tegen een deskundige, ja, dat kan je wel gezegd hebben, maar ik heb een andere mening. Of dichter bij het onderwijs, dan zegt de leerling tegen de docent, dat kan wel, maar er zijn vele waarheden en ik hang een andere waarheid aan. En dat is natuurlijk niet waar we met ons onderwijs en zeker niet met ons christelijk reformatorisch onderwijs naartoe moeten. Het is net al gezegd, de docent neemt wat mee, wat van belang is voor de leerling. Bovendien staan we in het reformatorisch onderwijs onder op een belangrijke basis en die basis is tijdloos, dat is Gods woord. Wat kunnen we nu in het onderwijs met dit boek? Dit boek heeft waarde als we kijken naar allerlei nieuwe ontwikkelingen, nieuwe lesmethodes, nieuwe methodieken waarmee het onderwijs geconfronteerd wordt. Het boek is natuurlijk geen checklist. Het is vooral een boek om ontwikkelingen te onderkennen en om ontwikkelingen te duiden. Ik wil met u een voorbeeld nemen en te kijken hoe dat nu uitwerkt in de praktijk. Stel, u krijgt als schoolleider of als docent een nieuwe methode. En die nieuwe methode die beoogt veel meer zelfwerkzaamheid in het onderwijs. Nou, je zou zeggen, wat is er beter om een leerling in het onderwijs zelfwerkzaamheid te leren? Hè? Zelfstandig te leren werken, daar kan toch niks op tegen zijn. Nu gaan we met zeg maar, de bril van Toes naar het thema zelfwerkzaamheid kijken. We bladeren wat door die methode en we zien dat die methode heel sterk gericht is op de autonomie van het kind. En als je dan eens in die methode bladert, dan lees ik een zinnetje als: vroeger wilden we gehoorzaamheid, maar tegenwoordig willen we zelfstandigheid. Zo'n zinnetje geeft al te denken. Of een zin in de zelfwerkzaamheid van het kind, van de jongeren, kunnen we zijn talenten tot ontplooiing brengen. En u merkt hier al die lijn van dat individualisme. Het kind zich maximaal laten ontwikkelen. Zelfrealisatie staat dan centraal. En het achterliggende uitgangspunt is dat we te maken hebben met een mens die goed is. En als we natuurlijk de Bijbel erbij halen, dan zegt de Bijbel heel wat anders. Overigens hoeven we alleen maar in de maatschappij rondom ons heen te kijken om te zien dat de mens niet goed is. En daarom hebben we ook in het onderwijs, wat Toes net aangaf, hebben we ook regels nodig. Hebben we beperking nodig, hebben we correctie nodig. Omdat de mens niet goed is. En hebben jongeren structuur nodig, omdat zelfwerkzaamheid heel snel vrijheid blijheid geeft. Kijk er maar in het onderwijs rondom ons heen. En wij moeten er als christelijk reformatorisch onderwijs ook voor oppassen dat we dat met die stroom van al die nieuwe ontwikkelingen ook niet zelf in huis halen. We gaan door met die methode zelfwerkzaamheid. Je ziet dat dat onder allerlei noemers het onderwijs binnengedragen wordt. Studiehuis, ateliers, leerpleinen, natuurlijk leren, competentiegericht leren, het mbo, adaptief onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs. En is het dan allemaal verkeerd? Natuurlijk niet. Er zitten ongetwijfeld elementen in die ook van waarde zijn. Maar het is niet allemaal per definitie goed. Waarom niet? Omdat ze vaak niet beter zijn
dan de klassieke vormen van onderwijs. En omdat ze in heel veel gevallen op gespannen voet staan met onze Bijbelse grondslag. Want het gaat in onze scholen ten diepste niet alleen om dat individuele kind. Het gaat niet alleen om dat kind ontwikkelen tot zijn eigen succes. Het gaat erom om dat kind te ontwikkelen zodat het in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, zich kan verhouden tot de naaste, een plek kan nemen in het gezin, een plek kan nemen in de kerk, in de maatschappij en uiteindelijk tot de eer van God kan leven. Moeten we naar al die methodieken waar geen Bijbels mensbeeld achter zit, maar de deur uit doen? Nee, dat hoeven we niet, maar laten we vooral kritisch zijn. Bezinnen eer dat we beginnen en dan kijken. Gaan we het gebruiken? Hoe gaan we het gebruiken? Waar liggen de grenzen en wat passen we aan? Ik ga afronden. Toes probeert de impact van de tijdgeest op het reformatorisch onderwijs anno 2021 te duiden. Dat doet hij af en toe scherp en dat doet hij af en toe kritisch. Overigens niet alleen naar buiten, maar ook naar onze eigen scholen en naar de eigen kring. En ik hoop dat dat bij u als luisteraar, kijker, straks ook lezer, op waardering kan rekenen. We pakken even dat derde voorbeeld. Don't shoot the messenger, zeggen de Engelstaligen. Mensen uit onze gezindten die af en toe hun nek uitsteken, worden soms gewikt en gewogen en bekritiseerd op een detail. Dan gaan we de lijn op van de supras en de infras uit het tweede voorbeeld. Toes gaat met dit boek en zijn kritische toonzetting af en toe in de wind staan. Dat is een stukje lef, daar moeten we volgens mij waardering voor hebben. Overigens is het in deze tijd ook hard nodig. Wij moeten als ouders, als docenten, als schoolleiders die tijdgeest proeven en daar ook wat mee doen in ons eigen opvoeding, CQ onderwijs, om vervolgens die onderwijsconcepten en dergelijke op hun waarde te schatten. Mijn laatste zin. Kritisch zijn is nodig. En zeker voor het christelijk reformatorisch onderwijs. Om vele redenen, maar de belangrijkste reden is dat wij in dat onderwijs een open Bijbel hebben. En aan die open Bijbel is de naam van God verbonden. Dus we hebben een hele hoge opdracht. En dit boek kan ons helpen met het vervullen van die opdracht in een postmoderne tijd. Ik dank u wel. Geloof in onderwijs. Een waardevolle publicatie van een ervaren onderwijzer en bestuurder. Die met een warm onderwijzershart, gezond verstand, onderzoek, veel literatuurkennis tot een duidelijk statement is gekomen. En daarvoor wil ik de auteur Richard Toes hartelijk dank zeggen. En wat ik ook waardeer is dat na zijn onderzoek Toets der Kritiek hij toch doorgaat met deze boodschap ons te laten weten, met een prachtige titel, Geloof in onderwijs, wat diverse ladingen heeft, principieel, pedagogisch, onderwijskundig. Goed dat ons opnieuw of weer de spiegel wordt voorgehouden en de oproep wordt gedaan om niet ondoordacht met allerlei onderwijsvernieuwingen mee te gaan, maar ons bij voortduur bewust te zijn van het waartoe van ons onderwijs, van de cruciale rol van de onderwijzer en hoe dit goed is voor het kind, voor de onderwezene, om het met een ouder woord te zeggen. Uiteraard met realiteitszin en in rapport met de tijd. En ik hoor wel eens zeggen, Richard Toes blijft wel steeds met hetzelfde verhaal komen. Hij is nog wat eigenwijs. Nou, ik moet zeggen, we hebben meegelezen en het verschil tussen zijn concept en de eindversie blijkt dat hij zeker openstaat om onderwezen te worden en te blijven leren. Ik wil graag 3 korte punten doornemen. Niet zoals hij ze heeft gebruikt, maar mijn 3 zijn de bron van en voor het onderwijs als eerste. In de tweede de onderwijzer
met een streepje tussen onderwijzer en de derde de inhoud van het onderwijs. En wat ik daar bedoel is met regelmatig citaten uit het boek naar voren halen met wat eigen reflecties, maar ik ga het niet apart aangeven wanneer wat gebeurt. Wat betreft de bron van het onderwijs wordt er nadrukkelijk opgeroepen om steeds te toetsen aan Gods woord. Met die grondbeginselen helder voor ogen is het mogelijk om onderwijsontwikkelingen en vernieuwingen op de goede manier te kunnen duiden. En het is de opdracht van de reformatorische school om niet zomaar alles te accepteren. Werk vanuit een duidelijke visie, zodat we ook weten waar we voor staan en dat we niet met van alles en nog wat meegaan. Want als je niet weet waar je voor staat, val je ook voor alles. Ons onderwijs moet blijvend doortrokken zijn vanuit Gods woord, vanuit de opdracht. En die grondslag mag in alles doorwerken. En als we met elkaar beseffen de dure plicht en de opdracht die we in het onderwijs hebben, ook in het verlengde van de doop, belofte ook wat in het huwelijksformulier staat, dan hebben we een bijzonder belangrijke, waardevolle en relevante opdracht. Die steeds weer gebaseerd moet zijn op Gods woord. En daar moeten we tijd voor durven nemen om dat ook met elkaar te blijven onderzoeken. En mijn oproep is wel aan het onderwijs, durven dat als bestuurders, schoolleiders, leidinggevenden, leerkrachten ook te doen. En vooral aan de bestuurders, leidinggevenden, geef daar ook in het voorbeeld, neem daarin het voortouw. Ik hoor wel eens zeggen, dat zeg je, onze leerkrachten vragen er niet zo om. Maar als wij daarin zelf niet voorgaan, dan geldt er ook in bepaald opzicht dat we ook weer de onderwijzer zijn van onze collega's. Zorg voor een duidelijke christelijke onderwijsvisie, onderwijsconcept. En laten we zuinig zijn op het pand dat ons is toebetrouwd. Bij dit gedeelte over de bron van en voor het onderwijs wil ik wel een principiële noot maken. Die ik ook heb gemaakt toen ik heb meegelezen in het concept. En dat is bij de paragraaf die gaat over het benadrukken van de Christus-identiteit. Zoals ik die heb gelezen is dat vooral beschreven vanuit de ideaalsituatie. Maar laten we in het onderwijs wel steeds voor ogen blijven houden dat wij niet in de ideaalsituatie leven om eigen schuld. Om in de terminologie te spreken ook van onderwijs, wij zijn om eigen schuld misvormd. En er zal een wonder nodig zijn om hervormd te worden. En Richard citeert verschillende bronnen, maar als je naar de catechismus kijkt, die begint niet bij zondag 12, maar dan gaan er een aantal zondagen vooraf. En net wel geciteerd zijn opa, die zal ook dit soort uitdrukken hebben gebruikt, waar gezegd wordt, Adam niet geleerd, is Christus niet begeerd. En ook dat geldt voor het reformatorisch onderwijs, dat wij steeds wel ook in dat opzicht terug moeten naar de bron. Misschien niet in de discussies infra-supra, maar wel over deze essentiële zaken. Want als we die niet meer benoemen, dan is er gevaar van vervlakking. En wij kunnen bij bijvoorbeeld de gereformeerde kerken zien waar dat toe leidt. Laat onverlet dat het mijn hartelijke wens is dat alle onderwijzers daadwerkelijk christen mogen zijn op grond van Christus werk. Tweede, de onderwijzer. De Bijbel geeft nadrukkelijk opdracht tot onderwijzen. Aangehaald wordt in het boek Psalm 87. Een wet gesteld in Israël die onze vaderen geboden heeft dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Dus er wordt geboden aan de vaders om door te geven, om onderwijs te geven. En daar vragen kinderen niet altijd zelf om, maar het is wel de opdracht. Wij hebben ook een opdracht om een opdracht tot een van buitenkomend karakter. Onderwijzen. Onderwijzer. Dat zou ik graag alle onderwijzers mee willen geven. Dat we dat in dat besef onderwijzer mogen zijn. En dan wijzer met een hoofdletter. Dat wij in dienst staan van een hoge opdrachtgever in het onderwijs. Dat we daarin een roeping hebben. En dat wij zelf ook voortdurend onderwezen worden. Want alleen degene die zelf onderwezen worden, die onder die wijzer mogen staan, kunnen ook wat doorgeven. En dan wil ik in het bijzonder, dat zal voor het forse onderwijs ook gelden, maar voor het primair onderwijs onderstrepen, dat de leerkracht, de onderwijzer, identificatiefiguur is. Dat hij of zij beseft dat voor de kinderen wat de meester of de juf voor de klas doet,
dat dat zo'n beetje de waarheid is, zeker in die ontvankelijke periode van 4 tot 12 jaar. Laten we als onderwijzers beseffen wat voor prachtige, verantwoordelijke taak we hebben, maar ten diepste ook wat voor onmogelijke taak. En als we dat steeds voor ogen houden, houdt ons dat bescheiden, maakt dat bescheiden als het goed is in afhankelijkheid. Wil je onderwijzer kunnen zijn en kunnen blijven, dan vraagt het ook om zelf gevoed te worden, gevormd te blijven, te studeren in Gods woord, in de theologische werken, in de pedagogische werken, om onderwezen te worden en te blijven. Het derde, de inhoud van het onderwijs. In het boek wordt de waarde nederigheid uitgewerkt. En in dat verlengde zou ik willen aangeven hoe belangrijk het is om vanuit waarden te onderwijzen. Zeker in deze tijd. Burgerschap is vanavond al een paar keer langsgekomen. Met alle frustratie daaromheen, met alle teleurstellingen die we misschien hebben. Maar is het ook voor onze reformatorische scholen een bijzondere opdracht om vanuit Bijbelse waarden de christelijke levenshouding vanaf zo jong mogelijk mee te geven en die als identificatiefiguren uit te dragen, voor te leven en te werken aan de verinnerlijking van die waarden. Die waarden die haak staan op het seculiere mensbeeld, die haak staan op ons eigen hart, maar die door Gods woord zijn meegegeven, omdat als we die mogen in praktijk brengen, dat dat richt op de ander met een hoofdletter, dat ten dienst is van de ander met een kleine letter, zoals de 10 geboden ons voorhouden. Essentieel is daarbij dat we die waarden, die christelijke vorming, steeds benaderen vanuit de vrezen des Heren. Micha 6 vers 8 schrijft erover dat we leven moeten in een ootmoedige afhankelijkheid van Hem. Eerlijk zijn en weldoen, dat is christelijk burgerschap. En in dat verlengde vraagt dat om een heldere pedagogische opdracht, of eigenlijk als onderbouwing. En daarvan wordt in het boek aangegeven dat het goed is dat die niet opkomt uit wat in het mensenhart leeft, maar dat die steeds gebaseerd is op Gods woord en onze belijdenisgeschriften. We hebben een opdracht van een andere kant. Afrondend. Er is ons veel nagelaten in Gods woord, in allerlei waardevolle literatuur. We zouden kunnen zeggen, er is veel goud. En het is opvallend dat Richard wat dat betreft verschillende keren oproepen moet doen. Laten we scherp zijn op onderwijsvernieuwingen. Laten we teruggaan naar de bron. Die oproep onderstreep ik. En ik zou willen oproepen, laten we ook echt met elkaar dat onderzoek doen en het goud van het verleden ook tot pasmunt voor nu maken, zodat we duurzaam christelijk onderwijs kunnen blijven geven. Hoewel het primair onderwijs in het boek wat minder aan de orde komt dan het voorschoolonderwijs, wat logisch is vanuit de ervaring die Richard heeft, zie ik er ook veel aanknopingspunten voor het primair onderwijs. En ik heb alle vertrouwen in de onderwijzers in het basisonderwijs, dat die ook zeker de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen praktijk. En als je kijkt naar het boek, begint met een inleiding en 3 hoofdstukken. Je zou kunnen zeggen de toepassing mist, maar volgens mij is er voldoende input om die toepassing in eigen praktijk te maken. En ik hoop dat dat iedereen persoonlijk zal doen, maar ook dat dat in teamverband gebeurt of in brede verband. En we zijn blij dat Richard ook bij ons als Dominic Kerstens Centrum en VBSO betrokken is om mee te denken met het duurzaam onderwijsconcept waar wij over nadenken. Die opdracht lag er al. Wat zijn nu echt de duurzame essenties voor christelijk onderwijs? En door de publicatie van Richard is de noodzaak daarvan nog een keer onderstreept. Ik rond af met het uitspreken van de hartelijke wens dat wij geloof in onderwijs in praktijk mogen brengen. Met de Bijbelse opdracht voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Door de ouders en de school in afhankelijkheid van Gods onmisbare zegen. En met dank aan wat Richard hier tot nog toe in mag betekenen. Dank u wel. Ja, dames en heren, goedenavond. Ik ben natuurlijk ook zeer vereerd dat ik ben uitgenodigd om hier kort te reageren op de nieuwste pennenvrucht van Richard Toes, zijn 3e boek.
Ik heb twee kritische vragen aan de heer Toes. En misschien is het mogelijk om daar vanavond al een antwoord op te krijgen. En anders komt dat nog wel. Maar ik wil, voordat ik die kritische vragen aan de heer Toes voorleg, graag beginnen met mijn vreugde uit te spreken over het feit dat dit boek is verschenen. Omdat ik heb het met veel plezier gelezen. Ik ben er heel blij mee en positief over, omdat het boek in essentie een hartverwarmend pleidooi is voor klassiek onderwijs. Dat wil zeggen, onderwijs waarbij, en er valt natuurlijk heel veel over te zeggen, maar ik denk dat dit de kern is, zoals Richard Toes dat in zijn boek beschrijft, waarin een enthousiaste docent die bepaalde kennis zich eigen heeft gemaakt en bezig blijft om zich kennis eigen te maken en zich steeds blijft vernieuwen en zijn lessen blijft vernieuwen en met behulp ook van, als het even kan, enige levenservaring een verhaal weet te vertellen in zijn klas. Ik herinner me nog goed dat een docent van de Guido de Bre een aantal jaren geleden, na 40 jaar dienst, afscheid nam en bij zijn afscheid zei dat lesgeven uiteindelijk niet zo heel moeilijk is. In die zin, er zijn een paar eenvoudige principes en het belangrijkste principe is voor een docent: houd van je vak en houd van je leerlingen. Nou, als die twee dingen er zijn, dan kan er eigenlijk niet zo heel veel misgaan, denk ik. Het inzicht dat Richard Toes in dit boek heeft verwoord, is een heel oud klassiek inzicht. Richard is historicus en er zijn al eerdere historische parallellen naar voren gebracht vanavond. Maar ik dacht aan de parallel van een filosoof uit de klassieke oudheid, Plato. Die zei, hoe hou je nou een samenleving gezond? En hoe hou je nou het culturele fundament, een moreel fundament onder een goede samenleving in stand? Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Maar het belangrijkste is dat een bepaalde traditie in ere wordt gehouden en wordt doorgegeven. Wat is die traditie? Dat is in de eerste plaats het bijbrengen van eerbied voor God als onze schepper. Het houdt ook in dat wij onze leerlingen bijbrengen dat wetten en regels, dat die heilzaam zijn. En dat je die niet houdt uit vrees voor straf of uit angst voor sociale schaamte, maar dat je die houdt vanuit innerlijk fatsoen. Dus dat die wetten en regels geïnternaliseerd moeten worden. Maar het belangrijkste punt eigenlijk is dat je beseft als docent en als ouder dat je niet zomaar in het hier en nu en voor het hier en nu leeft, maar dat je jezelf ziet als schakel in een keten. Dat wil zeggen, je ziet jezelf als iemand die een bepaalde erfenis aangereikt krijgt. Dat zijn de dingen die onze voorouders zich met veel studie en door met vallen en opstaan hebben eigen gemaakt. Wat zij aan jou doorgeven, dat moet jij jezelf weer eigen maken. En misschien een beetje beter maken dan de vorm waarin je het aangereikt hebt gekregen. En dat is ook datgene wat jij weer aan jouw kinderen en aan jouw leerlingen moet doorgeven. Het gaat dus om overdracht van kennis en van ervaring en van bepaalde inzichten. Dat is, denk ik, de kern, het hart van de zaak. En die kern, dat hart, wordt in dit boek op een boeiende manier, want het is goed geschreven, smeuig, goed leesbaar, ons weer heel dicht aan het hart gelegd. Ik zie dit boek dan ook. De heer Toes behoorde weliswaar niet, als ik me goed herinner, bij de eerste 100 leerlingen van die Guido de Bre.
maar wel, we hoorden wel tot de leerlingen van het tweede leerjaar van de Guido de Bret. De oprichting van de Guido de Bret, het ontstaan van reformatorisch onderwijs heeft natuurlijk ook met zich meegebracht dat er veel pedagogische bezinning op gang kwam. Namen van Cor Bregman, Daan Vogelaar, dominee Golverdingen en Isaac Kolen zijn eraan verbonden. En ik denk dat je dit boek mag zien als de culminatie van 40 jaar bezinning in het reformatorisch onderwijs op waar het in dat onderwijs nou eigenlijk om gaat. Van harte aanbevolen dus. Maar ik ben natuurlijk niet alleen uitgenodigd om te vertellen hoe goed ik dit boek vind. We moeten een beetje discussiëren en als we elkaar alleen maar prijzen, dan weten we aan het eind van de avond nog net zoveel als aan het begin van de avond. En dat is ook weer niet de bedoeling. Ik heb dus twee vragen aan Richard Toes. Ik schrijf ze af en toe ook wel eens een column in het Reformatorisch Dagblad en ook wel in DRS Magazine. En ik heb wel eens stukken geschreven waarin ik schreef dat een goede docent zijn onderwijs ook afstemt op eigentijdse vragen van leerlingen. Nou, de krant waarin zo'n stukje stond van mij rolde nog niet van de pers. Of DRS Magazine was nog niet bezorgd. Of ik had al een mailtje van Richard in mijn box. Of een appje van Richard waarin hij zei van ho, 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 ho. Zo zijn we toch niet getrouwd. Wat gaan we nu krijgen? Word jij ook een aanhanger van dat individualistisch, gepersonificeerde maatwerk dat in het onderwijs de boventoon zou moeten voeren? Nou, zo bedoelde ik het niet. Ik bedoel het iets anders en dat wil ik graag toelichten. Want ik ben bang dat de kritische houding ten opzichte van maatwerk en individualistisch, geïndividualiseerd onderwijs ook op een bepaalde manier zou kunnen gaan doorschieten. Je kunt je natuurlijk met Richard Toes afvragen, hebben kinderen, leerlingen wel vragen? Of stellen ze wel de goede vragen? En in die zin is die kritiek van Richard Toes op deze vorm van modern onderwijs natuurlijk op zijn plaats. Maar waar ik wel aandacht voor zou willen vragen is dat het in het onderwijs, dat in het onderwijs ook het gevaar bestaat, gewoon heel praktisch in de lespraktijk van elke dag, dat docenten, misschien vooral als ze wat ouder geworden zijn, wat geroutineerd raken en een bepaalde sleur terechtgekomen zijn en daarin het gevaar lopen dat ze voor de klas oude antwoorden herhalen op oude vragen. Die niet altijd meer de vragen zijn van leerlingen en studenten nu. Ik bedoel het volgende heel concreet. Uit mijn eigen tijd op de Guido de Bret, waar ik ook leerling ben geweest, kan ik me nog herinneren dat wij heel druk konden discussiëren over, nou ja, supra- en infralapsarisme. Over de vraag of we nou 3 of 2 verbonden waren. Over het aanbod van genade en dat soort dingen meer. En ik bemerk onder hedendaagse leerlingen dat dit soort onderwerpen hen, nou ja, laat ik zo zeggen, minder beroeren dan ons destijds. Dat daar andere vragen voor in de plaats gekomen zijn. Ik herinner mij een afscheid van een 6 VWO-klas. Hier ergens in Rotterdam-Zuid. En de inleider stelde tijdens die sessie, met zo'n laatste sessie waarin je al die VWO-examenklassen nog 1 keer bij elkaar hebt voordat het examen gaat beginnen, de vraag of zij geloofden dat de Bijbel het woord van God was. En er waren 4 posities mogelijk volgens die inleider. En de leerlingen moesten zich door de zaal verspreiden, bij elkaar gaan staan bij het antwoord dat zij kozen, zouden willen kiezen. En het antwoord kon zijn, ja natuurlijk, de Bijbel is het woord van God. Het antwoord kon zijn, ik denk het wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Het antwoord kon zijn, ik twijfel, ik denk het eigenlijk niet. En het antwoord kon zijn, nou dat geloof ik eigenlijk niet meer. En tijdens die sessie
verspreiden de leerlingen ze eigenlijk vrij gelijkmatig over die vier posities. En daarmee wil ik dus aangeven dat een kwestie die voor ons destijds nog geen vraag was, het gezag, de autoriteit van de Bijbel als het woord van God, met alle vragen daaromheen over schepping en evolutie, over huwelijk en gezin, over seksualiteit, gender, dat die nu wel heel prominent aanwezig zijn in de harten en hoofden van leerlingen en dat wij daarvan uit het woord van God als docenten op die eigentijdse vragen een antwoord moeten formuleren. Dus in die zin een beetje leerlinggericht zijn. Dat is de eerste vraag. Of wij niet het risico lopen dat we daarin in de kritiek op dat maatwerk doorschieten en te weinig ruimte laten aan nieuwe vragen. Wat natuurlijk ook heel veel vraagt van een docent, hè, om daarmee bezig te blijven. De tweede vraag is wat Richard Toes heeft gezegd, wat hij schrijft in zijn boek en wat hij afgelopen dinsdag in het Reformatorisch Dagblad ook heeft gezegd. De kwestie van het toelatingsbeleid. Heel slim. Citeert hij in dit verband dominee Kersten, die het ideaal had van een christelijke school voor heel de natie. Hij zegt eigenlijk dat wij, als die acceptatieplicht er gaat komen, en die komt er natuurlijk, en als het toelatingsbeleid opener moet zijn dan het tot nu toe is geweest, dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. Nou, al Kersten citerend, is hij natuurlijk hier vooral bezig met een oud hervormd ideaal. Wij richten ons op heel het volk. Maar ik weet niet, dat is mijn vraag, mijn zorg op dit punt, of Richard gelijk heeft, of Richard Toes gelijk heeft, als hij zegt, we hoeven daar niet bang voor te zijn. Ik heb deze vraag namelijk wel eens in de klas aan de orde gesteld. Toen ik zelf nog les gaf op de Guido de Bret. En toen vroeg ik aan mijn leerlingen, stel nu dat die nieuwe situatie zijn intrede doet. En we zitten hier niet met 25 reformatorische leerlingen, maar we zitten hier met 20 reformatorische leerlingen. En er zitten twee moslima's in de klas. En één jongen hier uit Rotterdam-Zuid, die nergens iets van weet en nergens iets aan doet, maar zijn ouders dachten, nou die Guido de Bret is nog een school van orde en tucht en discipline en goed onderwijs. Dus ik stuur mijn zoon naar die school. En nog twee andere leerlingen met een geen christelijke reformatorische achtergrond daarbij. Wat wordt de situatie, vroeg ik. Gaan jullie die leerlingen meenemen en veranderen? Of veranderen jullie door die leerlingen? En het enigszins onthutsende antwoord was dat mijn reformatorische klasje verwachtte dat zij door die leerlingen zouden veranderen. Waarom? Het is plat, het is banaal. Maar ze zeiden, ja, zij mogen dingen die wij niet mogen. Dus hoeven wij inderdaad niet bang te zijn voor een open toelatingsbeleid? En moet er in het onderwijs niet altijd veel ruimte zijn voor eigentijdse vragen? Dat zijn de twee vragen die ik, na alle lof en waardering voor dit prachtige boek, graag aan Richard Toes wil voorleggen. Dankjewel. Dank voor deze boeiende lezingen. En volgens mij heeft het de tongen losgemaakt, want YouTube overstroomt bijna wat vragen betreft. Nou, ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar er zijn er heel wat binnengekomen. Te veel om allemaal te gaan behandelen. Maar ik heb in ieder geval voor elk van de vier sprekers een vraag zometeen. Dus u kunt zich er nog niet op voorbereiden. Maar ik heb er in ieder geval voor alle vier één. Maar eerst wil ik meneer Toes naar voren roepen om eerst maar eens even kort in te gaan. Kort, hè, hadden we gezegd. In te gaan op de vragen die Bart-Jan Spruit stelde. Want dat zijn toch wel hielige microfoon. Dat zijn toch wel interessante vragen, denk ik. Het gevaar bestaat dat docenten als het ware in een sleur terechtkomen. En ja, ook als het ware de voeling niet meer hebben, zeg maar, hè, van met de vragen die in deze tijd leven.
en twee over het toelatingsbeleid. Ik zou zeggen, ga er eens kort op in. Mooie vraag, Bart-Jan. Ik moet zeggen dat ik me niet kan herinneren dat ik jou een keertje boos geappt heb, maar het zou zomaar kunnen. Kijk, want ik denk dat je terecht aangendeert dat wij niet het idee moeten hebben dat we met kritiek op maatwerk en kritiek op het alleen maar beantwoorden van de vraag van het kind, die vragen dus volledig moeten wegfilteren. Dat is het tegenovergestelde van wat ik wil bereiken. Ik weet dat ik met dat ik een gevaar loop door kritisch te zijn over dat maatwerk, dat ik daarmee ook oproep dat je dus maar een pratend hoofd voor de klas kan organiseren die met vergeelde aantekeningsschriftjes zijn lessen geeft. Dat is zeker niet de bedoeling. Ik geloof juist als een docent werkelijk zijn taak serieus neemt, dat hij altijd goed luistert naar wat een leerling zegt en probeert daarop te anticiperen. Dus ik denk niet dat het een tegenstelling is. Ik denk dat het wel zo is dat ik vraag om goed voorbereide en goed geschoolde docenten die in staat zijn om ook werkelijk dat goede antwoord te kunnen geven. En ik ben dus zeker geen tegenstander van leerlingen die eigentijdse vragen stellen. Integendeel, ik denk dat een goede docent ze daartoe uitdaagt. En dat is dus staat wat mij betreft niet haaks op maatwerk. En betekent ook niet alleen maar luisteren naar wat de leerling te vertellen heeft. Maar mainstream is in de samenleving wel een beweging gaande die heel sterk alleen maar anticipeert op wat leerlingen willen. En daar heb ik kritiek op. Maar niet op een docent die eigentijdse vragen beantwoordt. Hij kan niet anders, vind ik. Als het gaat over toeleidingsbeleid, Bart-Jan, ik ben niet een voorstander per se van open toelatingsbeleid. Maar er is mij gevraagd van, hoe kijk je tegenaan, stel dat die situatie zich zou gaan voordoen. En in zo'n situatie kan ik me voorstellen dat je ook enige ontspanning moet hebben. Ik heb bijvoorbeeld het voorbeeld van Hongaarse scholen, waar die open toelating wel degelijk is. En dan zie ik dat het niet per se de identiteit van de school hoeft aan te tasten. Dat kan natuurlijk wel. Wat mij betreft blijft het ook zoals het is. Maar ik beweer wel dat het niet het bestaansrecht van de reformatorische scholen raakt als we deze vorm van verplichte toelating moeten gaan organiseren. Dus dat is even een korte reactie op jouw twee vragen. En mag ik nog heel even kort reageren ook op de andere? Heel kort dan. Ja. Nou, ik ben ook heel blij met de reacties van Willem en van mijn collega Willem de Potter en van Ardo Bronkhorst. Mooie metaforen in de toespraak van collega de Potter. En wat mij betreft is het mooi dat hij die modernistische en die postmodernistische lijn eruit haalt. Ontzettend belangrijk, denk ik, dat we daar heel goed aandacht voor hebben. Ik zou er veel meer over willen zeggen. Doen we nog een keer. Maar ik mag nu maar heel weinig zeggen. En collega Arno Bronkhorst, ook hartelijk bedankt voor jouw reflectie. Ik weet van je zorgen ten aanzien van de kwestie rondom de Christusidentiteit. Ik heb ook erg getwijfeld bij dat hoofdstuk van hoe moet je dat goed schrijven. Ik heb me vooral geprobeerd te baseren op bronnen. En daar probeer ik wat overtuigend in te zijn. En ik weet dat het een lastig deel is. Sterker, sommigen adviseerden om het maar niet te doen. En anderen zeiden, je moet het juist wel doen. Ook daarover schrijven. Ik wil het even hier belaten. Heel kort, want we hebben weinig tijd, begrijp ik. Dank. Nou ja, we hebben vooral heel veel. We hebben niet alleen weinig tijd, maar we hebben vooral veel vragen. Ja. En daar ben ik natuurlijk ook heel blij mee. En u ongetwijfeld ook. Laten we ze gewoon maar eens even langs gaan. Ik kan ze nogmaals, richting de kijkers, ik kan ze niet allemaal behandelen, helaas. Dus we zullen er een paar moeten laten liggen. Maar met goedvinden van de sprekers kan ik ze ook digitaal hen toesturen. Zodat ze wellicht alsnog beantwoord worden. En dan is het wel belangrijk dat u ze nog eventjes stuurt naar info@debanier.nl. Want dan hebben we namelijk ook een mogelijkheid om terug te koppelen. Ja, een vraag voor u, meneer Toes. Kunt u een paar voorbeelden noemen van recente onderwijsvernieuwingen die succesvol of veelbelovend zijn? En wat maakt ze succesvol? Als het gaat over wat ik een mooie vernieuwing vind, is dat er eigenlijk breed in de samenleving langzaam maar zeker een besef komt dat het leesonderwijs en lezen, het lezen van boeken, meer onder de aandacht moet komen.
Ik weet hier in Rotterdam voeren we de discussie met bestuurders die ook voelen dat dat een dat dat langzamerhand weg ebt en dat er dus een beweging op gang komt. En dat vind ik een mooie vorm van misschien wel weer terug naar af of naar oud. Naar af niet, maar naar oud. Namelijk het weer opnieuw onder de aandacht brengen van het lezen. Ik vind ook bijvoorbeeld dat op het Warburg College een aantal collega's daar zich enorm voor inzetten om de rust, ik heb het over ontspanning, de rust van het lezen meer centraal te stellen dan we tot voor kort deden. En dat is waarschijnlijk ook een reactie op de enorme hyperigheid en heigerigheid van de social media en alles wat ICT in het onderwijs doet. En dat vind ik een hele mooie en beloftevolle vernieuwing. Mooi. Nou ja, hij is me uit het hart gegrepen. Zeker als uitgever, dat begrijp ik. Ja, precies. Ja. Dat zult u niet verbazen. Eerst een soort van compliment van de heer De Muynck. Heerlijk om dit te horen van dokter Toes. Het verlangen om gewoon les te geven. Worden leraren weer gewaardeerd waar ze voor opgeleid zijn. Dus bij deze. Dezelfde heer De Muynck heeft ook een vraag. Is het zo dat ik in uw boek de zorg beluister over de steeds verder toenemende invloed van de tijdgeest in ons onderwijs? Nou, ik denk dat dat inderdaad zo is. Wat Jan zei er net al iets over, over wat de invloed is van de tijdgeest op onze leerlingen, maar ook op onze docenten. En daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat we die hechting in de traditie en in het klassiek vormgeven van onderwijs, dat een heel belangrijk aandachtspunt is. Kijk, ik denk dat als het gaat over de moderne tijdgeest, dan denk ik vooral toch de tijdgeest waarin uiteindelijk de geschiedenis helemaal niet belangrijk meer is. We leven alleen maar voor de toekomst. Dat zie ik heel sterk terug in het onderwijs. Dat het eigenlijk historieloos, dus zonder enige basis, probeert die vernieuwingen door te drukken. En wat ik dan zie is dat mensen zeggen, ja, er valt van de geschiedenis niets meer te leren. En dat heeft iets te maken met het feit dat de recente geschiedenis ook de recente geschiedenis al zo ingevuld is dat men met de geschiedenis niks te maken wilde hebben. Dus je ziet een enorme, oppervlakkigheid als het gaat om het denken over onderwijs los van wat de geschiedenis ons geleerde, wat tijdloos goed gebleken is voor het onderwijs. Ja, ene Jan Schouten heeft daar nog een vraag over, over de geschiedenis. Dat past mooi bij elkaar. Hij zegt, er moet geen eenzijdig accent zijn op toekomst. Maar er moet ook, vooral misschien wel, aandacht zijn voor geschiedenis. Maar hij vraagt dan, kun je aan geschiedenis houvast ontlenen? Nou, dat is een mooie vraag, want wij zouden bijna paapse stoutigheden hier vertellen als we zeggen van de traditie is het even belangrijk als het woord. Ik denk dat wij met elkaar natuurlijk de Bijbel hebben als fundament. En dat is onze dragende gedachte. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel wijsheden in de geschiedenis die ons kunnen helpen om het onderwijs goed vorm te geven, dat we zeer serieus bij vernieuwingen eerst moeten kijken van, maar wat is daar in de geschiedenis al van geweest? Hè? Ik begin met mijn boekje met een uitspraak van Euclides, die zegt dat er eigenlijk geen nieuwe ideeën zijn, maar dat ze bijna altijd een verwerking zijn van oude ideeën. En je kan dus heel veel zorgen in het onderwijs voorkomen, heel veel fouten in het onderwijs voorkomen, door goed geïnformeerd de geschiedenis bestuderen en daarvan te leren. Dus ik geloof er werkelijk in dat je daar wijzer van kan worden. Mooi. Laatste vraag. Ik heb er nog veel meer, maar die krijgt u dan wel via de mail. Ene Marinus die vraagt, hoe kijkt u aan tegen thematisch onderwijs bij wereldoriëntatievakken op de basisschool? Is programmagericht, tussen haakjes methodisch onderwijs, niet één van de oorzaken van het gejaagd onderwijs? En dan doet u nog een toevoeging. Onderwijs in samenhang, vakoverstijgend, mee de diepte in plaats van de methode maar uitkrijgen voor het einde van het schooljaar. En zijn REFO-scholen dan niet te star programmagericht? Als ik het goed begrijp, gaat het hier over de kritische houding ten opzichte van thematisch onderwijs. Hè? Ja, dat lees ik er wel uit. Dat is de kern. Ja, het is lastig dat Marinus niet in de zaal zit natuurlijk. Nee, ik snap het. Maar die vraag mag eventueel ook wel apart aan mij gesteld worden. Kijk, wat ik heel belangrijk vind is dat
dat zeker in het voortgezet onderwijs, maar hij heeft het over basisonderwijs, maar in het voortgezet onderwijs vind ik de vakken, dat worden ook wel disciplines genoemd, die disciplineren het denken. En als wij denken dat we dat overboord kunnen gooien en alles in wereldoriëntatie kunnen samenvatten, dan verliezen we heel veel kennis. Heel veel feitelijke kennis. En ik geloof dat in de basisonderwijs projecten heel erg goed kunnen werken. Maar laten we afspreken dat projecten een deel zijn van je onderwijs. Hè? Wij hebben proberen bijvoorbeeld op een van onze locaties 6-7 weken gewoon zo goed mogelijk stevig klassiek onderwijs te geven. En dan een week waarin we projectmatig die zaken verwerken. Nou, ik denk dat dat een ideale vorm van onderwijs is. Waarin je dus het goede van beide hebt. Want het kan heel mooi zijn als je dus ook vakoverstijgend bezig bent. In projectmatige zin. Maar verlies alsjeblieft niet de waarde van de vakken. Hè? De vakken, de talen, geschiedenis, aardrijkskunde enzovoort. Die disciplinaire denken ook. Hè? Die geven handvatten om ook in het leven te kunnen staan. En als kritische en participerende burger echt iets te vertellen te hebben. En niet direct door het eerste nepnieuws meegesleept wordt. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Een mooie one-liner als afsluiter wat mij betreft. Dank. Ja. Ja, de volgende vraag die is voor de heer De Potter. Dus als u even naar de microfoon zou willen komen. Want er is een kijker die een kritische noot mist richting de heer Toes. En ik lees het maar even voor. Hoe voorkom je de zogeheten trechtermethode? Ik ben geen onderwijsman, hè, dus het zegt mij niet zoveel, maar het zal u ongetwijfeld wat zeggen. Kennis moet toch op maat zijn en prikkelend? Dat is de winst van het postmodernisme. Elke leerling is toch uniek? Kleinere klassen en leraren die meer kunnen inspelen op de individuele vragen van leerlingen. Daar zou ik voor pleiten, zegt ene Hans Reinders. En onderwijzers moeten ook blijvend leren hoe ze leerlingen beter kunnen leren. En die notie die mis ik, want die notie voorkomt de zogeheten trechtermethode. Kunt u daar kort op reageren? Het raakt een beetje aan het punt van Bart-Jan Spruit, realiseer ik me. Ik ben natuurlijk vooral ook vriendelijk geweest naar Richard, want ik moet morgen gewoon weer met hem verder. Hè. We zijn collega's, hij bestuurder van de ene school en ik van de andere school. Nee, maar die luisteraar heeft natuurlijk wel een punt. Ik heb ergens gezegd dat, ondanks alle kritiek, die ik overigens met Richard deel, van dat personalistisch leren, dat doorgeslagen individualisme, zit er natuurlijk in veel van die methoden ook wel iets wat je wel kan gebruiken. Hè, natuurlijk is het zo dat als je een klas vol met kinderen hebt, dat je aandacht moet geven aan ieder kind afzonderlijk. Maar dat is wat anders dan dat je, als je 30 kinderen in de klas hebt, 30 verschillende type onderwijs moet geven. Mm. Ik denk dat dat ook onmogelijk is, maar ik denk dat het ook niet wenselijk is. In het basisonderwijs is het al heel wat als je in één klas met 3 niveaus omgaat. Dat vinden wij in het voortgezet onderwijs al heel erg moeilijk. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Die kinderen doen thuis in hun eigen tempo, soms ook op hun eigen niveau, ook een heleboel. En school is niet alleen om het beste jongetje of het beste meisje te worden, maar ook om jezelf te zijn in een gemeenschap, met anderen om te gaan, van anderen te leren, je te verhouden tot anderen. Dat is een hele belangrijke eigenschap. Sociale vaardigheden. Ja. Die sociale vaardigheden. Ja. En er zijn tot je recht kunnen komen, ook met eventuele beperkingen en een handicap en dat soort zaken. Heb ik nog een vraag van Corrie van Waldeveen. Hoe duidt u het continu rooster op de basisschool? Ja, ik ken de basisonderwijs niet zo goed. Behalve dan dat ik er een dochter heb werken. Nou, dan zult u er vast een mening over hebben. Ja, ik weet niet precies wat het continu rooster is. Ja, nee, ik ook niet. Dus dat vind ik. Ja, Corrie, ze is er niet, nogmaals. De andere spreker is ooit directeur in het basisonderwijs geweest. Misschien dat Arno Bronckhorst hier zometeen nog wel iets over kan zeggen. Ja. Maar die komt zo dan wel aan bod. Dat waren voor nu in ieder geval de vragen richting u. Helemaal. Dus dank. Dank. Ja. En dan gelijk maar de heer Bronckhorst. Want misschien dat hij weet wat een continu rooster is. Ja, ik ben ook maar een niet-onderwijsman, zeg ik nog maar eens. Je kan niet overal verstand van hebben, zeg ik maar. Het continu rooster.
Kunt u ons helpen? Ja, mijn beeld bij het continu-rooster is dat de schooldag gewoon in één geheel doorgaat. En dat kinderen s'morgens gaan, s'middags terugkomen. En dat het de middagpauze eigenlijk tot het lesprogramma behoort. Oh, ja. En daar zijn verschillende meningen over. Er zijn die zeggen van ja, dat is, geeft een stuk rust en stabiliteit. En ook in de middagpauze voortzit ook vormende elementen. Dat je met elkaar de hele dag bent. Er zijn er ook die zeggen van ja, het is ook goed voor een kind. Zeker in de basisschoolperiode. Om tussen de middag even naar huis te kunnen. Even het verhaal thuis te kunnen doen. En weer op te kunnen laden voor de middag. Ja. Ja, er zijn kinderen die hebben heel veel baat bij die rust en bij de structuur. Er zijn ook kinderen waarvoor het dan weer wat te krampachtig kan zijn. Ja, precies. Ja. Dat is even mijn beeld wat ik daarvan heb. Oké. Nog een directe vraag aan u. Hoe kom je als leerkracht onder de druk van het onderwijs uit? Want er moet wel heel veel en ja, gaat dat niet ten koste van de verdieping? Ja, nou dat is echt een terechte vraag en een terechte zorg. En daarom ook mijn oproep van laat het bij bestuurders en leidinggevenden beginnen. Dat je met elkaar goed nadenkt over wat voor onderwijs staan wij voor. En als bestuurders en leidinggevenden daar het voorbeeld en voortouw nemen om met elkaar die verdieping in te gaan. Dan kom je vanzelf ook achter dat niet alles hoeft en moet. En kan het ook een positief effect hebben dat leerkrachten zeggen, hey, dit is voor onze dagelijkse praktijk van meerwaarde. En dan wordt het een soort vliegwieleffect in de goede zin des woords. Oké. En Cornelis Mostert, die vraagt nog of u iets meer kunt vertellen over de duurzame onderwijsvisie die geschreven is in samenwerking met de heer Toes. Is er een relatie met een eerder genoemd boek over de christelijke reformatorische pedagogiek? Dat laatste, dat denk ik niet. En het eerste is vrij ambitieus gesteld dat het al klaar zou zijn. We zijn ermee begonnen. Ze zijn erop aan het wachten. Ja. Dat is heel fijn om te horen. En het streven is dat het met een jaar of twee klaar is. Maar onderzoek duurt altijd wat langer als dat je gewoon zo wat schrijft. Maar waar het ons om gaat is om juist wat Richard ook in zijn boek naar voren brengt. Van wat zijn nu essentiële punten. Zeker voor het basisonderwijs. Op grond van Gods woord en de belijdenis waar we aan kunnen toetsen. Bij alle vernieuwingen die komen. Dat je niet door de waan van de dag mee laat leiden. Maar dat je daar scherp op bent. En Richard kijkt daarin mee vanuit zijn onderzoeken die hij gedaan heeft om ons daar ook scherp op te houden. Okay. Dus we gaan daarmee publiceren via een aparte site. En we hopen over 2 jaar dat we daar een product hebben liggen. Mooi, dank. Ja, en tot slot nog een vraag aan Bart-Jan Spruit. En dat gaat over het rendementsdenken. Ene heer of mevrouw, ja, dat is natuurlijk, dat weet ik niet. A.A. Nijland die vraagt, wat is de achterliggende reden van het rendementsdenken? En hoe krijgt dat invulling op de driestar? Nou, de achtergrond daarvan, daar heeft Richard Toes al iets over gezegd. En ik dacht, meneer De Potter ook. Namelijk dat je, dat gaat sterk uit van het maakbaarheidsdenken. Dus dat je in het onderwijs vooral oog hebt voor de resultaten van het onderwijs. Dus, en de scores die je hebt aan het eind van het seizoen. Dus dat je een goede opbrengst hebt, zoals het dan heet. Dat is het rendementsdenken. Dus onderwijs is goed wanneer aan het eind van een bepaalde periode, zeg maar 98% vrij moeiteloos een diploma haalt. En dat, het gevaar is natuurlijk dat je, als je vooral oog hebt voor dat rendement en voor die meetbare resultaten, je studenten, je leerlingen, tijdens de jaren dat je ze onder je gehoor hebt, als ik het zo mag zeggen, door een hoepeltje laat springen. Een kunstje doen. Een kunstje laat doen, ja. En bepaalde vaardigheden bijbrengt, de studievaardigheden bijbrengt. En in de hoop dat ze zo makkelijk mogelijk en zo snel mogelijk en zo probleemloos mogelijk dat eindexamen halen. Terwijl onderwijs natuurlijk primair, en dat is ook de kracht van het boek van Richard Toes, gericht moet zijn op vorming. En er mag ook wel eens iets mislukken. En het gaat er niet alleen om dat een leerling een diploma haalt en vervolgonderwijs kan volgen. Maar dat hij tijdens die jaren op school ook als kind, als persoon wordt gevormd. Zich een bepaalde traditie eigen maakt. Een bepaalde manier van denken eigen maakt. Een bepaalde levensstijl eigen maakt. En dat is, kun je niet meten aan het eind van 5 jaar HAVO of 6 jaar VWO. Maar dit is eigenlijk wel de essentie van het onderwijs. En zo'n diploma, maar dat is misschien ook weer een beetje overdreven uitgedrukt, is dan een mooi bijproduct. Ja. Laatste vraag voor u. Bas van Toren die wil weten, is de angst dat de mogelijke 5 niet-christelijke leerlingen
Dat gaat even over het open toelatingsbeleid. Hè? De andere 20 beïnvloeden, hè, de angst daarvoor. Is dat niet een impliciete erkenning dat we niet meer geloven in de intrinsieke kracht van ons eigen verhaal? Nee, dat hoeft de conclusie niet te zijn, volgens mij. Hè. Ik zou er zelf ook niet tegenop zien om in een nieuwe situatie, in een klas die veel diverser is dan tot nu toe het geval is, om daar onderwijs te geven. Dus ik zelf ben er ook niet bang voor om dat onderwijs te geven. Maar ik merk wel dat leerlingen zulke dingen zeggen. En dat je dus wel in het oog moet houden. Dus dat je niet alleen maar moet zeggen, nou is het eigenlijk wel positief. Dan gaat dat oude ideaal, komt dan toch een beetje dichterbij. Je moet dan ook oog hebben, denk ik, voor de schaduwkant van zo'n ontwikkeling. En namelijk dat leerlingen zelf zeggen dat ze misschien op bepaalde punten niet sterk genoeg in hun schoenen staan om in de omgang met andersdenkenden zichzelf te blijven. Dus daar moet je wel alert op zijn en daar moet je wel zeg maar in de les ja, een vorm voor vinden dat, nou ja, dat je die leerlingen die van buitenaf, zeg maar, die niet tot je oorspronkelijke achterban behoren, maar die dan toch bij jou in de lokaal zitten, dat je daar op een wijze manier mee omgaat en ze erbij haalt en erbij trekt. Helder, helder. Ja, we moeten het hierbij laten. Wat de vragen betreft, blijf staan, zou ik zeggen. Want we hadden nog een toetje. En u weet waar dat over gaat. Dat is namelijk de presentatie van nog een boek. Het is De School met een Hoge Opdracht. Het gaat ook over het onderwijs. En het is een jubileumboek naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Guido. En van het 30-jarig bestaan van 25-jarig bestaan van het Wartburg College. Ja, en het is niet zomaar een historisch verhaal. Het is ook geen plaatjesboek, dat moest het ook niet worden, heb ik begrepen. U hebt er een ongelooflijke hoeveelheid tijd in zitten, heb ik ook begrepen uit betrouwbare bron. Het is wat mij betreft een prachtig boek met interviews, ook briefwisselingen tussen u en betrokkenen. Ja, dus ik ben eigenlijk wel blij dat we u in ons midden hebben als auteur van dit boek. En kunt u eens kort 1 of 2 bijzonderheden noemen waarom dit boek anders is dan andere herdenkingsboeken? Ja, in de eerste plaats, ik ben 8 jaar lang docent geweest op de Guido de Bret. En ik heb zelf ook op de Guido de Bret gezeten in VWO 4, 5, 6. En het college van bestuur heeft op een gegeven moment aan mij gevraagd. De Guido bestaat 50 jaar, het Wartburg 25 jaar. Wil jij het herdenkingsboek schrijven? En dan sta je natuurlijk voor de vraag, hoe geef je dat vorm? Je kunt dat natuurlijk heel bijna wetenschappelijk doen. Hè? Een heel vrij moeizaam betoog opzetten, zeg maar. Of je kunt het meer journalistiek doen, maar dat toch de wetenschappelijke waarde ook gewaarborgd is. Door verschillende vormen te kiezen eigenlijk, binnen één boek. Dus er staan inderdaad hoofdstukken in waarin ik de maatschappelijke ontwikkelingen beschrijf en de politieke ontwikkelingen in Nederland beschrijf en hoe dat het ontstaan van de Guido heeft bevorderd en het bestaan van de Guido en het Wartburg soms ook voor uitdagingen heeft gesteld enzovoort. Maar ik heb vooral ook mensen van het eerste uur geïnterviewd, briefwisseling met Ewald Mekaai, met Aart Nedeveen, om zowel de alfa-kant als de beta-kant van het onderwijs voor het voetlicht te brengen. En wat ik vooral zo mooi vond, dat is eigenlijk dit, dat als je die beginperiode beschrijft, toen er nog geen gereformeerde gezinte, nog geen reformatorische zuil was, wel een gereformeerde gezinte natuurlijk, dat mensen op een gegeven moment in de jaren 60 bemerken dat het protestants-christelijk onderwijs aan het verwateren slaat. Dat de Mammoetwet een opening biedt om eigen reformatorische scholen te gaan stichten. In een tijd waarin er nog zeg maar, geen reformatorische elite was, hè, maar men op zoek moest naar mensen die dat aankonden. Dus kwamen ze uit bij Leen van de Waal, die helaas eind vorig jaar overleden, want die was ingenieur. En dat was een tandarts in Zoetermeer, de latere dominee Paul.
En er was een meneer Grandia, die eigenlijk ook wel genoemd moet worden, die, omdat niemand hem in dit verband noemt. Maar dat was een man die had chemie gestudeerd en hij had het conservatorium gedaan en hij had Russisch gestudeerd. En hij was de secretaris van het schoolbestuur van dominee Vergunst in Rotterdam. En die mannen komen bij elkaar en binnen 2 jaar zat het op de rails. Dat vuur, dus enorme, zeg maar, dat vuur, die enorme bewogenheid en bevlogenheid om een veilige omgeving te creëren, zoals wat Maarten Burggraaf in het boek zegt, om een veilige omgeving te creëren, niet meer dan dat, maar ook niet minder dan dat, voor christelijk onderwijs, voor kinderen van ouders die een doopbelofte hebben afgelegd. Dat was de doelstelling. Het was helemaal niet emancipator bedoeld of dat hebben geen bijbedoelingen. Hier ging het om. En dat met een bepaalde daadkracht gepaard ging en ook met lef. De Guido de Bret bijvoorbeeld groeide al heel snel uit zijn jasje, wilde een eigen gebouw neerzetten. Dat mocht niet. Maar de vader van meneer Toes, niet de grootvader, maar de vader van meneer Toes was bankier. En zo werd er op een gegeven moment 400.000 of 500.000 gulden geregeld. Maar toen kwamen ze nog 400.000 gulden tekort. En toen zijn de obligaties uitgezet bij de ouders. En dat was binnen een mum van tijd geregeld. En die school werd gebouwd, terwijl het eigenlijk nog niet mocht. Toen moesten de mensen op het masje komen op het ministerie van Onderwijs. En die hielden een tranentrekkend verhaal. Waarom het toch nodig was, waarom ze zich toch genoodzaakt hadden gezien om dat gebouw neer te zetten. En de meneer die daar bij het ministerie van Onderwijs over ging, die zei, nou ja, oké. En toen zei Burggraaf, heb je 5 september wat te doen? Hij zei, nee. Nou, weer het gebouw nog niet komen openen. Ik denk dat ze die man een doos sigaren en een fles whisky hebben gegeven. En die stond toch, dat gebouw heeft toch de openingshandelingen voor het gebouw verricht. Dat er eigenlijk niet had mogen komen. Nou, daar hou ik van. Zo komt van dat toe. Vuur, dat elan dat erin zat. En ook daarna, wanneer met al die onderwijsvernieuwingen, de volwassen manier waarop er een discussie is gevoerd binnen het Wartburg, binnen de breedte van het Wartburg, over hoe gaan wij hiermee om. Dat ze elkaar toch hebben vastgehouden. Dat het op een gegeven moment gestabiliseerd is geraakt tot de situatie die we nu hebben. Met een voorzitter van het college van bestuur die dit soort boeken schrijft. Nou, dat is een school met een hoge opdracht. En het was voor mij een eer om daar leerling te zijn geweest, om daar docent te zijn geweest om dit gedenkboek te hebben mogen schrijven. Dank. Ja, het zegt waarschijnlijk genoeg. Ik ga er ook niks meer aan toevoegen. Behalve dan en ieder die op een van deze twee scholen heeft gezeten, ja, die moet dat boek natuurlijk gewoon in de kast hebben staan, zeg ik dan. Is dat niet het geval? Maar kent u iemand die op een van deze scholen heeft gezeten? Ja, het is natuurlijk ook een prachtig cadeau om weg te geven. Dan kom je nog eens met een origineel cadeau aan, zou ik zeggen. Dus, en ook de boekhandel kan dit leveren. Ja, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze avond. Ik wil onze sprekers hartelijk danken. Ja, ze zitten achter de coulissen, zoals dat zo mooi heet. Maar ik wil u allen hartelijk danken voor uw bijdrage van deze avond. U hebt er wat mij betreft in ieder geval een boeiende en ook een inspirerende avond van gemaakt. En ik hoop dat dat voor u als kijker ook geldt. Dank ook aan het Wartburg College, locatie De Zwaaf waar we zijn. We zijn hier hartelijk ontvangen, dus veel dank voor de gastvrijheid en de goede zorgen. En ja, uiteraard ook dank voor u als kijker. De vele vragen die binnengekomen zijn, dat geeft dan toch een stukje van interactie. Ook al is de zaal leeg voor ons, dat geeft dan toch een beetje verbondenheid. En zo van ja, er zitten gelukkig ook mensen van vlees en bloed aan de andere kant van dat hele lange lijntje. Dus daar zijn we erg blij mee. Dank daarvoor. En nogmaals, de vragen die niet beantwoord zijn, zet ze op de mail. info@depanier.nl. En wij zorgen ervoor dat ze bij de betreffende sprekers terechtkomen, zodat ze daar nog inhoudelijk op kunnen reageren. Tot slot, deze uitzending die is terug te kijken. Dus de komende dagen via onze website, via ons YouTube-kanaal. Ga naar depanier.nl en we zullen een prominente plek regelen, zodat die makkelijk terug te vinden is.
Zodat ook mensen die vanavond niet konden kijken, waarvan u misschien zegt van hé, dat is toch wel heel interessant voor hem of haar. Attendeer ze erop, zodat ze ook deze avond nog een keer kunnen herbeleven. Ik wens u verder een goede avond. Nogmaals dank voor het kijken en tot ziens.